Hey, leuk dat je kijkt. Het is erg druk geweest de afgelopen tijd. Maar middels deze vlog gaan we jullie even proberen om een beeld te geven van de afgelopen, wat is het, weken? Ja, maand. Anderhalve maand, ja. Bij jullie is corona nog volop in het nieuws. Zeer actueel iedere dag. Hier, voor het eerst, gaan hier dus de cijfers flink omhoog de laatste tijd. En ik merk ook hier bij de Zambianen die ik spreek, die kennen nu ook mensen persoonlijk. Die of corona hebben, of hebben gehad. Maar ook mensen die gestorven zijn aan corona. Dus je ziet wel echt een beetje een kantelpunt in hoe serieus mensen het nemen. Ja, het nare hier is natuurlijk dat als je het krijgt en je krijgt het erg, dan is er gewoon geen zuurstof. Er is geen zuurstof beschikbaar op dit moment in Kapoe. Dus dat is wel spannend hoe dat verder gaat. Ja, we wachten het af en we vermijden drukke plekken en in winkels en zo dragen we mondkapjes. Het regenseizoen, alles is heerlijk groen. Mijn voeten staan te soppen hier in het gras. Zoveel regen is er gevallen. Dit zijn de beste regens in minstens 10 jaar tijd, zeggen de mensen hier. Dus ja, we zijn ontzettend dankbaar daarvoor. En Zambia had dat echt heel hard nodig. Woehoe! Het levert natuurlijk wel her en der wat uitdagingen op. Maar goed, die overkomen we ook wel. Ik was helemaal zat om heen en weer te rijden met trailers vol met zand. Die hebben we nodig voor het laatste beetje van ons huis. Maar het is nu regenseizoen natuurlijk. Nou, en dan krijg je dit soort taferelen. Ja, ik hoop dat het gaat lukken met de trekker om me nou uit te slepen. Nou, inmiddels hebben zich al redelijk wat ramptoeristen verzameld. Dat voorste wiel, dat spint de hele tijd. Hij zit weer vast. Oh, jongens. Oh ja. Oh. Hij begreep niet wat de trekkerchauffeur wilde. Oh. Miscommunicatie ten top. Ioi. Good luck. Later. Er loopt het bedrijf natuurlijk gewoon door. Dus we hebben het vaste aantal klanten wat we hadden. Dat hebben we nog steeds. Iedere dinsdagochtend en vrijdagochtend is het bezorging. En de verscheidenheid aan producten breidt ietsjes uit. Maar we zijn eigenlijk totaal niet aan toegekomen om de groenten te vermeerderen. Dus meer dingen te produceren waardoor we meer klanten aan kunnen trekken. Ja, een grote verandering op de farm is dat Jameson weg is, onze farm manager. Die eigenlijk de farm heeft opgebouwd vanuit het niks. Wat er nu staat is mede aan hem te danken. En hij wordt vervangen door een nieuwe farm manager en die begint zijn baan in februari. Dus dat betekent dat veel van Jameson's taken zijn nu op Jans schouder gekomen. Om gewoon de dagelijke gang van zaken aan te sturen op de farm. En hij zal natuurlijk de nieuwe farm manager moeten trainen. En daar gaat natuurlijk ook wel tijd in zitten. Maar het is een hele gave gast. Zijn naam is Sydney. En hij komt met zijn vrouw en 2 kinderen op de farm wonen. Dus zij worden onze buren. En omdat zij 2 kindjes hebben in de leeftijd van onze kinderen, wordt het huisje groter gemaakt. Nou, alles groeit en bloeit op de farm door al die regens. En de lammetjes blijven ook maar komen. Dus dat is ook prachtig. En gisteren zijn er nieuwe kalkoentjes gekomen. En die zijn zo schattig. Echt heel leuk om te zien. Dus die verblijven nu eventjes in Davids nieuwe kamer. Zolang als wij daar nog niet wonen. En alle kippen zijn nog steeds hartstikke gezond. En leggen trouw hun eieren iedere dag. De Exodus. Te mooi, hè? Ronde. Blijkbaar hebben die lammetjes gewoon dit net zo hard geduwd tot ze eruit konden. Uiteraard is het gras groener aan de andere kant. Dames, gelukkig zijn jullie daar te groot voor. En hier. Maar die lammetjes, die nemen het er lekker van. Naast alles wat op de farm gebeurt, daar zijn we natuurlijk heel druk met de bouw van ons huis momenteel.
Er zijn nog 4 weken te gaan voordat we ons huidige huis uit moeten. Er komt een nieuwe huurder in. Dus deze keer geen uitstel meer. Het moet echt af of niet. We gaan erin wonen over 4 weken. Dit is hoe het er ongeveer nu uitziet. Keuken. Woonkamer. Dat raam moet er nog in. En dan hier komt nog een open haard. Maar naast de keuken waar ik net binnenkwam, is dit de wc die er nog niet in zit. Dus. En we zijn nu begonnen met de badkamermeubel. En dan komt hier dus ook nog een wc die er nog niet in zit. En dan hier is de gastenkamer. Dat is niet heel veel aan veranderd. De bouwcrew slaapt daar nu, dus vandaar het muggennetje af. En dan hier is de kamer van de meiden. Daar zijn de planken in. Dus in ieder geval kunnen we daar kleding stallen. Hier komt trouwens ons bankstel zo te staan. En dan is daar dus de keuken. Daar tegenover de kamer van David. En die heeft 1 kast. Dat is ook een veel kleiner kamertje. En dan daarnaast is onze slaapkamer. En daar zijn ze nu bezig met een kast. En dan hier kom je dan zo uit op de veranda weer. De komende weken staat water centraal en elektriciteit om dat te regelen. We hebben hier waterleidingen aangelegd. En dat gat is voor de composttoilet. Daar komt alles vanuit de wc's in. Lijkt wel een glijbaan, David. Ja. Waar is die glijbaan voor? Voor kinderen? Nee. Voor wat dan? Voor de wc. En wat komt er dan uit, denk je? Dat shampoo. Ja, al met al is het echt wel een hele drukke, pittige tijd voor ons. Die verhuizing, dat is ook niet niks, zeg maar. Gewoon echt wel een live event weer om vanuit de stad, waar het toch redelijk veilig voelt, naar open vlaktes te verhuizen. Zonder betonnen muren en elektriciteit op de muren. Dus dat vinden we allemaal best wel spannend. Maar we zien er ook naar uit. Maar intensief is het wel. Dus we zien ook uit naar, nou, laten we zeggen, 2-3 maanden. Dat het allemaal ietsjes rustiger wordt en iets beter te behappen. Met de kinderen gaat het goed. Ze genieten enorm van alle dieren om mij heen en lekker rommelen in de natuur, dat is toch wel echt gewoon hun grootste hobby. Zijn deze waarlijk ja of nee? En toen zei die tot een. Nou, jij weet veel van de natuur, hè? Ja. En wie heb je dat allemaal geleerd? Van Freek. Van Freek? Ja. Ja, nou. De relatie tussen Lucy en Luc is nog steeds een beetje wiebelig. Zijn ze al een beetje vrienden, David? Nee. Nog niet echt, hè? Maar het gaat wel ietsjes beter. Schildpad. Baby. Hallo baby. Ik denk dat ze hem willen opeten of zo. Misschien wel. Misschien ben je net op tijd. School doen ze trouw iedere ochtend. En ze zijn ook begonnen weer met basketballessen en zwemlessen. Dat ze erg leuk vinden om te doen. Uitdagingen genoeg. Of het dan gaat om zieke beesten. Een nieuwe plaag in het gewas. Benzine. Tegenwoordig is er heel weinig meer benzine in Zambia. Maar God is trouw en hij zorgt voor ons. En dat zien we in grote en kleine dingen iedere dag. We bring our souls to you.
super leuk dat je hebt gekeken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Doei! Things will get better.